zullen ongetwijfeld mensen zijn die nu heel erg schrikken en denken, een weekgast, we hebben toch tegenwoordig altijd 2 live optredens in Podium 107.1. Nee, niet altijd, want als er een onderwerp voorbij komt dat perfect in ons programma past, hebben we toch nog steeds een weekgast. Volgende week is het namelijk tijd voor het Woerdense evenement Nachtcultuur, voor de 2e keer. En het lijkt me goed om daar even over bij te praten met Mark van Leeuwen van de organisatie. Mark, van harte welkom. Goedemiddag, hoi. Laten we even starten met een introductie. Kun je even vertellen wie jij bent en ook even vertellen wat Nachtcultuur precies is? Ja, nou, zoals je al zei, ik ben Mark van Leeuwen en ik ben een van de organisatoren van Nachtcultuur. Ik organiseer het samen met nog 4 andere jongens en wij zijn samen een stichting, Stichting Nachtcultuur. En Nachtcultuur is een evenement waarbij wij alle Woerdense culturele artiesten willen uitnodigen om zichzelf te presenteren. En cultuur, ja, dat is voor ons heel breed. Dat kan een muzikant zijn, dat kan een danser zijn, een acteur, kunstenaar, fotograaf. Ja, echt zo breed mogelijk. Ja, wat is cultuur? Cultuur is heel veel, vinden wij. En wij willen dat allemaal een podium bieden. Op één avond een soort van samensmelting van alle Woerdense cultuurbeminners, bespelers. Ja. Kun jij je nog herinneren wanneer en hoe het idee voor Nachtcultuur ontstaan is? Ja, wij, vorig jaar was de allereerste editie. En daarvoor, dus maanden daarvoor, zaten we al met een idee van, is het niet leuk om iets te gaan organiseren waarbij we op één avond allerlei verschillende muziekstijlen kunnen zien? Wij zijn zelf, ik samen met Bas en Bastien, zijn wij DJ's als Pak. En wij zijn, ja, we zijn een paar keer in Amsterdam geweest. Dan heb je het Amsterdam Dance Event. En dat is eigenlijk een samensmelting ook van allerlei muzikanten uit de dancewereld. En in elke kroeg, knipsalon, discotheek, overal gebeurt iets. Overal is reuring. En wij dachten, hoe kunnen we dat vertalen naar een evenement wat in Woerden zou kunnen plaatsvinden? En toen zijn we gaan schrijven en bedenken. En toen kwamen we uiteindelijk op Nachtcultuur. Een evenement waarbij alle muzikanten die iets maar doen of kunstenaars bij elkaar komen. Dat de Woerdenaren kunnen genieten van het cultuur wat er in Woerden huist. Exact een jaar geleden was de allereerste editie dus. Ja. Hoe kijk jij terug op het evenement van toen? Nou, wij kijken ontzettend positief terug op de eerste editie. En heel veel leuke reacties gekregen na het evenement. Mensen die zeiden echt van, nou, dit is weer wat unieks wat jullie aan het doen zijn hier in Woerden. Er zijn heel veel mooie evenementen in Woerden, maar dit is net weer een toevoeging. Het is net weer iets wat, het valt op. Het is anders. We durven dingen te doen die nog niet gebeurd zijn. Hè? En ineens bandjes neerzetten waar normaal gesproken nooit een bandje staat. En naarmate de tweede editie horen we ook steeds meer positieve reacties. En de gemeente is heel positief. En omdat we nu op meerdere vlakken aan het opereren zijn, horen we ook steeds meer enthousiaste reacties van mensen waar we normaal niet mee gesproken hebben. Maar dan kom je ineens ergens tegen en zeggen, oh, wat zijn jullie leuk bezig. En dit is echt een goede aanwind voor Woerden. Dus ik ben heel, heel blij wat we aan het doen zijn. Ja. Als je een evenement organiseert op één plek, bijvoorbeeld laat ik zeggen het Kerkplein. Ja. Dan is het heel makkelijk om die avond daar als organisator te zijn. Ja. Maar vorig jaar, waar was jij toen? Hoe heb jij de avond toen doorgebracht als het op zoveel verschillende locaties feest is? Ja, we begonnen in de middengrond. Toen hadden we een aantal akoestische optredens in 4 locaties. Toen hadden wij ons als bestuur zijnde met z'n 4 verdeeld op elke locatie 1. Toen hebben we met elkaar lekker gegeten. En daarna zijn we gewoon overal gaan kijken wat er was. En we hebben geholpen waar nodig. En uiteindelijk kwamen we elkaar om 3 uur 's nachts weer tegen. Van, hey, wat heb jij gedaan? Hoe vond je het? En we zijn gewoon overal gaan kijken en gaan genieten. Want we hadden heel veel vrijwilligers lopen. En die zorgden ervoor dat het op locatie gewoon allemaal goed ging. En voor ons was de taak om het in de voorbereiding allemaal helemaal compleet goed te regelen. En op de avond zelf heb ik gewoon overal genoten en gekeken. En geholpen waar nodig was. Maar voor de rest echt alleen maar genoten van het publiek wat erop afkwam. En van alle mooie optredens. Maar wat was jouw hoogtepunt? Mijn hoogtepunt? Ik denk dat sowieso een van de hoogtepunten was dat elke locatie vol was. Elke locatie was gevuld met leuke mensen. Er hing een goede sfeer. Ja, en dat deed me goed. Het evenement sloeg aan. Er kwamen mensen op af. En op elke locatie was het gewoon vol. En ja, dat hopen we dit jaar ook gewoon weer te bereiken. Want daar gaat het om. Ja. Dit jaar. Zometeen gaan we verder praten over de editie van dit jaar. Precies. En gaan we even de locaties ook even noemen. We hadden het net al even over de editie van vorig jaar. Zijn er dingen uit de eerste editie die je hebt geleerd waarvan je zegt, dat doen we dit jaar anders? Ja, sowieso hebben we geen opening. Nou ja, geen opening. Het eerste optreden is gewoon de start van Nachtcultuur. We hebben vorig jaar een opening gehad. Het was heel erg leuk met een dansgroep. Maar uiteindelijk hebben we met elkaar besloten van, het had niet de toevoeging die we hadden verwacht.
misschien dat we volgend jaar iets anders voor gaan verzinnen. Maar dat valt dus sowieso af. Om 4:15 is het gewoon het eerste optreden dat we dus starten van Nachtcultuur. En ja, zozeer anders. Ja, we hebben meer locaties en we wilden meer kunst en nog meer vlakken van cultuur invullen. Dus ja. Die locaties, laten we daar even over verder praten. Jullie zijn flink uitgebreid, hè? Ja, behoorlijk. Ja. We hebben dit jaar 18 ja, locaties waar iets plaatsvindt en een boot. Dus 18 locaties binnen en buiten, want we hebben natuurlijk de horecagelegenheden. En ja, je hebt Café Victoria, Walzicht, Geheim van Woerden, Studio Campo in de Havenstraat, bij Peters, ik noem ze even allemaal op, ja, Elray, in de parkeergarage, daar wil ik zo nog wat over vertellen, en het Bierhuis en de Marketier, Breuren, Pompier, het Stadsmuseum, de Kunststraat, een huiskamerconcert, in de Dukdalf is wat, Galerie van Slagmaat, in de Leidstraatweg is ook wat, en de Peterstoren, daar gaan een aantal fotografen gaan omhoog, zit helaas al vol, er mochten er 30 mee, en die is dus helemaal vol, helemaal mooi. En dan een boot, de proefersboot, die vaart rond door de Single heen, vanaf vanaf Café Victoria naar de haven. En er zijn een drietal afvaarten waar steeds een artiest mee op de boot gaat. En dan ja, heel uniek met 20 mensen op de boot of 15, heel klein, akoestische sessie. Ja, dat lijkt me fantastisch. En yep. Mensen kunnen gewoon mee de boot op. Ja, als die vol is, is die vol. Maar ik haal nog even wat locaties ertussenuit, want helemaal wat prima. Wil je in vredesnaam in de parkeergarage gaan doen? Ja, we gaan een beetje terug de tijd in naar de roller disco. En mensen mogen lekker hun schaatsen onderbinden en rondjes schaatsen in de parkeergarage. Middenin staat een DJ in disco kleding. En we hangen ontzettend veel discoballen op. En het wordt één grote disco roller disco. Ja. En is die middag dan ook de hele parkeergarage leeg? Nee, het is 's avonds. De disco is 's avonds. Het begint om 8:00 tot 11:00. En dan 's middags beginnen al de voorbereidingen, zodat wij wel die plek waar de rolodisco gaat plaatsvinden, dat vrij is. En we hebben vanochtend al onder de ruitenwissers aangegeven van, hey, er gaat wat gebeuren. Je staat op een plek waar je volgende week niet kan staan. Dus nee, dat is van 8 tot 11. En mensen kunnen gewoon hun eigen skates meenemen of ze kunnen ze huren. Een andere locatie. Ik hoorde ook iets voorbij komen over fotografen die de toren opgaan. Ja. Maar wat gaan ze daar doen? Ja, we geven een unieke kans om Woerden ja, te zien veranderen met de zonsondergang. Dus gaan net voor ja, om 6:30 gaan ze omhoog de zon. We hebben gekeken bij wanneer de zonsondergang precies plaatsvindt. En dat is 6:09 is de zon helemaal onder. En ja, we hebben een 30-tal fotografen de kans gegeven om Woerden gewoon te fotograferen vanaf de Peterstoren tijdens de zonsondergang. En dat was uniek. En dat hebben we geweten, want binnen no time zat het vol. Er mogen 30 omhoog, ja. En wat gaat er met de foto's gebeuren die op dat moment gemaakt worden? Die komen na op onze Facebookpagina te staan. En dan maken we een mooi albumpje voor en dan elke fotograaf levert 1 foto aan. En dan, ja, dan kunnen we terugkijken hoe mooi het was vanaf boven. Nachtcultuur is er ook te volgen op Facebook, begrijp ik. Jazeker, ja. Gewoon even doen. Je had van tevoren bij mij aangegeven dat er een speciaal kunstprogramma is. Is dat het programma op de toren wat je ook bedoelde? Dat is één van de onderdelen, ja. En daarnaast, het Stadsmuseum is open. 'S avonds van 7 tot 10 is het gratis toegankelijk. Dus dat is ook wel mooi. En vanuit het Stadsmuseum kunnen ze gelijk de kerk en de Kruisstraat inlopen. Want daar in alle etalages van de winkels wordt kunst geëxposeerd. Van de scholieren van het Kalsbeek. Van Willem Hogendorp met zijn Rode Haren project. Britta Trails, die heeft een hele mooie koeientekening, koeienschilderijen. Pia Sprong, die maakt hele mooie tekeningen met haar iPad van Woerden en omstreken. We hebben daar nog, moet ik even goed nadenken, de Schildersclub met een aantal mooie werken. De dichtersgroep heeft daar een aantal lijsten opgehangen met mooie gedichten. En Betsy van der Wij, ze heeft ook een aantal mooie schilderijen die ze ophangt. En het pand op de hoek van de Kerkstraat waar een sportcorner zat, die is gewoon open. En daar kunnen mensen ook naar binnen. En daar hangt ook kunst. En er wordt ook een film gaat daar in première van Noah Zeeuw. Die jongen heeft een film gemaakt, Holy Moly Macaroni. En die gaat hij daar een aantal malen vertonen. Dus dat is ook leuk. Een Woerdense film hebben we ook nog. Ja. Een heel breed programma dus. We gaan er zo meteen over verder praten. Waar ik heel erg benieuwd naar ben, is dat huiskamerconcert. Want in ons programma komen huiskamerconcerten regelmatig voorbij in de interviews. Ik zit nog steeds naast Mark van Leeuwen om te praten over nachtcultuur. Mark, jullie maken van heel veel verschillende kanalen gebruik om nachtcultuur bekend te maken. Net kwam Facebook al voorbij. Ja. Ik zag ook iets van Nachtcultuur TV. Wat is dat nou? Ja, dat is ons YouTube-kanaal hebben we. Eigen filmpjes hebben we daar geüpload. En dat noemen we dan Nachtcultuur TV als promotie van het evenement. We zijn een aantal locaties langs gegaan en een aantal highlights van ons evenement. En zoals dus de parkeergarage, die komt van de week nog online, die is er nog niet. En steeds een beetje een teasertje geven van wat er gaat gebeuren. En een beetje bewegende update in plaats van gewoon een tekstje neerzetten. Ja. En dat is te zien op YouTube en op Facebook ook, hè? Ja. Daar worden de filmpjes geplaatst. Ja. Maar ook een app.
Ja, ja, daar zijn we heel trots op. We gaan mee met de tijd. Dus iedereen die een smartphone heeft, die kan de app downloaden in de App Store. En dan via die app, het hele programma staat erin. Super handig. Als je een leuk optreden ziet, klik je erop. Kan je hem gelijk in je agenda zetten. Krijg je een herinnering van, hey, er gaat nu wat beginnen, wat je leuk vindt. Plattegrond staat erop, alle locaties, informatie over de artiesten. Ja, gewoon super handig. Eigenlijk het programmaboekje op je telefoon. Ja. Nou, we hebben natuurlijk al heel veel bijzondere onderdelen van het programma ter sprake gebracht. We zouden bijna vergeten dat er ook nog een muziekprogramma is. Ja, dat zeker weten. Laten we de programmering even een beetje doorlopen. Ja. Ik denk dat het te veel is om alle artiesten te noemen, hè? Ja, ik wil ook eigenlijk niemand te min doen. Want we zijn zo trots op wat we nu weer hebben bereikt. Vorig jaar hadden we nog een aantal artiesten die hebben twee of drie keer misschien wel opgetreden. Dit jaar treedt bijna elk artiest gewoon één keertje op. Omdat we zoveel aanmeldingen binnen hebben gekregen en iedereen kon er een plekje geven. En ja, daar zijn we gewoon super trots op. En als je nou een highlights eruit moet gaan halen, je denkt van, hè, daar zijn we, dat is gewoon goed. Nou, we werken dit jaar samen met Klooster. Daar zijn we heel blij mee. Heel veel talenten komen daar vandaan. Vanuit het Minkma komen een aantal artiesten. Ja, Voodoo Connect zijn we blij mee dat die komen. De Pinheads treden op. General Lee, Nimblefeet, Brusk. Ja, en zo kan ik doorgaan. En dan wil ik, ja, je wil eigenlijk iedereen opnoemen. Maar wij zijn zo blij met het programma dat je denkt van ja, dit is wel echt heel tof. Dat we zoveel Woerdense muzikale talenten hebben. En die hebben we allemaal een plekje gegeven. Ja. Nou, misschien moeten mensen gewoon even het programma even op internet ook bekijken. Want dat kan ook nog. Zeker weten. Nachtcultuur.nl, hè? Precies, ja. Dan hebben we een... Onder het kopje editie 2013 komt er een uitschuifminuutje. En dan kan je het programma klikken. En dan kan je het programmaboekje ook gewoon gelijk downloaden. Maar het programma zat ook helemaal eronder. Dus helemaal duidelijk. Ik sluit me bij jou aan dat ik niet een aantal highlights eruit zou willen halen. Maar ik doe het toch stiekem wel. Wij hebben in Podium 107.1 elke maand een optreden van een leerling van het Minkema College. En vanmiddag dus ook. Vanmiddag treedt Nathalie Stokhoff op. Zij staat ook op het programma. Hè? Ja, ja. Samen met Sammy en Sophie, die Precies. ook eerder bij ons waren. Ja, ja, dus vooral in de gaten houden. Ja. Maar... Het Huiskamerconcert, hoe zit dat precies? Ja, nou de eigenaren van Ook in Winkel Ook in de Rijnstraat, Marcia en Dave, die spraken ons vorig jaar aan. Van, vinden jullie het niet leuk om bij ons in de Huiskamer wat te doen volgend jaar? Nou, toen dachten we, ja, daar moeten we gewoon even over gaan doorpraten. En Dave, die zit zelf in een bandje, het heet de Beachy Head Team. En toen wij dat te horen kregen en gingen luisteren wat het nou was, dacht van zo, dit willen wij wel heel graag op ons programma hebben staan. En super toffe muziek. Hun album staat op dit moment in Spotify te beluisteren. En de 3 voor 12 luisterpaal. Hun album heet Paul en Kim. En het is, hoe moet je het omschrijven? Indie, rock, ja, ik vind het super tof. Ik hou van die muziekstijl en ik vind uniek dat dat in Woerden gewoon te vinden is. Dus het Huiskamerconcert is voor... ze gaan 3 keer optreden, waarbij steeds 30 man naar binnen mogen. En ze beginnen volgens mij in de keuken, ze gaan naar de badkamer... uiteindelijk eindigen ze in de huiskamer. En unieke happening. En waar is die huiskamer ook alweer? Die is in de... Hoe heet de steeg? Nou, in ieder geval... In het midden in de Voorstraat wonen zij boven Anna van Toor, die winkel. En we hebben hele mooie decoratie gemaakt. Dus mensen kunnen het niet missen als ze door die straat heen lopen. Vandaar is het Huiskamerconcert. Dus dat komt helemaal goed. En jouw verzoekplaat heeft ook te maken met het Huiskamerconcert, ja, hè? Ja, mensen kunnen zich ook nog aanmelden in de winkel. Kunnen ze een kaartje eventueel afhalen voor het Huiskamerconcert. En ze kunnen zich via info@nachtcultuur.nl aanmelden voor het Huiskamerconcert. Want we willen eigenlijk wel graag weten van tevoren wie er allemaal op af gaat komen. En mocht dat natuurlijk niet vol zijn, is iedereen gewoon welkom die avond zelf. Is belangrijk om te weten. Ja. Ik heb het dus al een beetje verklapt. Jouw verzoekplaat is van de Beachy Head Team. En welk nummer heb je uitgekozen? I was Ringo Starr. Ja, ja. We gaan naar luisteren. Laten we even op het einde nog even een paar locaties even vliegensvlug langslopen. De Dukdalf. Wat is daar ook weer te doen? Ja, Dukdalf is natuurlijk gewoon een restaurant. En tijdens de avond, ik zit heel even de bladzijde op te zoeken... Mensen kunnen lekker dineren gewoon, maar 4-5 optredens daar zelfs. Van Laurens Boom, die speelt klassieke piano. Barbara Verhaar, mooie popnummers. Jorg Huizinga, ook mooie popliedjes op piano. Een marimba-talent, Martijn Boom. En Viva Opera, dus een heel divers programma. Maar niet zozeer dat je helemaal uit je dak hoeft te gaan, maar gewoon lekkere muziek tijdens het eten. Ja, en daar zijn we wel veel blij mee dat Raymond van de Dukdalf enthousiast was over ons concept. Dus daar zijn we blij dat we daar ook wat mogen doen. Ja. Een andere locatie die me ook heel erg opviel was Galerie van Slagmaat. Ja, een ontzettend mooie broedplaats voor heel veel cultuur en fotokunst, tassen, schilderijen. Vorige week werd er een nieuwe expositie geopend en ik was even langs geweest. En het hangt een hele fijne, leuke, creatieve sfeer daar. En
Mariette wilde heel graag meedoen. En een heel divers programma daar. Echt van alles. Er komt iemand over juwelen of over sieraden iets vertellen. Maar Matt Winson, nieuwe bandje van... Ze zijn hier vorig jaar geweest. Hoe heet ze nou? Ik ben even de naam kwijt. Nee, ik kan er niet op komen. En Brusk treedt daarop en nog een aantal. Dus een heel mooi programma daar. Doorlopend de hele dag tot 's avonds. En we zijn blij dat ze ook erbij zit. Ja. Nou, ik denk dat in dit blokje van het interview de veelzijdigheid van nachtcultuur ook naar voren komt. Want bij de volgende stap hebben we weer iets totaal anders. De stadsdichtersbattle. Ja, Najiba die is natuurlijk afgetreden als stadsdichter laatst. En er is een nieuwe wedstrijd uitgeschreven vanuit de QVO, of het CPW en Woerds Courant. En... In het Geheim van Woerden in de Havenstraat, dat is ook een locatie dit jaar, is om 4:15 smiddags wordt daar de battle gehouden tussen een viertal dichters die gaan strijden om de titel. Dus ja, en dan hebben we om die tijd, dus na de battle, hebben we een nieuwe stadsdichter. En die gaat dus weer de komende 2 jaar voor mooie gedichten zorgen over de dingen die in Woerden gebeuren. En dat is dus de dichtkunst. Ja. En tot slot is er ook nog een open podium, hè? Ja, in Studio Campo in de Havenstraat. Ook in de Havenstraat. Dat is een designbureau, dus een vormgever. Die stelt zijn studio open 's avonds om fotografie te exposeren. Sowieso van zichzelf, van Bas Kleinveld en van Harald Lakenveld. En de treden, ook Jorg Huizinga die ook in de Dukdalf optreedt, die treedt daar ook op. Maar daarna gaat het podium gewoon open voor iedereen die nog iets wil doen. Dus we hopen dat bandjes die al hebben opgetreden of nog gaan optreden ook bij hem even langskomen. En even nog een jam sessie doen. Er staan draaitafels, er staat een mixer, dus iedereen is welkom. En vanuit zijn studio gaat Bas op de muur, in zijn steegje op de Witte Muur, mooie projecties nog schijnen met een beamer. Dus er is daar van alles te zien. Ja. Nog even contactinformatie, hoe kunnen mensen zich ook nog hiervoor inschrijven voor het open podium? Kunnen ze het best even naar onze website gaan en gewoon een mailtje sturen naar info@nachtcultuur.nl. Maar we hebben ook een hele handige aanmeldpagina waar je gewoon alles moet invullen en dan komt in één keer bij ons binnen. Dus als mensen nog interesse hebben in het open podium, programma sowieso is het eigenlijk al vol, maar het open podium, ja, het is een open podium, dus iedereen kan zich daarvoor aanmelden of gewoon lekker binnenlopen. Nou, een evenement als Nachtcultuur kan natuurlijk niet bestaan zonder vrijwilligers. Zoeken jullie die ook nog? Ja, als mensen nog interesse hebben om mee te helpen, vinden we dat heel fijn. We hebben liefst natuurlijk wel meer vrijwilligers dan nodig, omdat we altijd nog wel wat handenspandiensten kunnen gebruiken. En kijk, zo'n rollerdisco in de parkeergarage vergt gewoon veel handen, want ja, er moet veel gebeuren daar. En dus dat zou zeker fijn zijn als mensen nog interesse hebben en het leuk vinden om een steentje bij te dragen aan ons evenement, dan zijn ze welkom. Ja. Tot slot, wat is jouw ultieme doel met Nachtcultuur? We hebben met elkaar gehad over met de 5e editie willen we eigenlijk bereikt hebben dat ja, een evenement is wat gewoon niet meer weg te denken is uit de evenementenkalender. Het startschot van het culturele festivalseizoen in Woerden is. En ja, dat mensen gewoon echt, hè, je hebt de Nacht van Woerden waar iedereen naartoe gaat. Je hebt Koninginnedag waar iedereen naartoe gaat. En dat mensen met nachtcultuur weten van hey, dan moet ik in de stad zijn, want dan kan ik zien wat er in Woerden allemaal voor talent huist. Dus daar willen we wel naartoe, ja. Ik ben benieuwd of het gaat lukken. Wens je heel veel succes. Bedankt. Wil je ook bedanken voor je komst naar de studio. En graag gedaan. Volgende week gaan we allemaal naar Nachtcultuur. Zeker weten. Mark van Leeuwen van Nachtcultuur. Wilt u ook eens met uw vereniging, club of stichting in het midden van de belangstelling staan? Stuur dan een mailtje naar podium@rplfm.nl.